Ik heb via Star News vernomen dat er goudwinningsactiviteiten plaatsvinden in het gebied bij Palomeu. En later dus een specifiek aangegeven in het gebied rond Kasikasima. Toen ik het fijne ervan heb gehoord, heb ik dus contact gemaakt met de kapitein van het dorp Palomeu. Die is in de stad. Ze zijn gekomen, de kapitein, de BO en een vertegenwoordiger van Conservation International, de heer Goedschalk, John Goedschalk. Ze zijn gedocumenteerd gekomen met de coördinaten waar de goudzoekers precies bezig zijn. Ze hebben me aangegeven hoe angstig de bevolking is. Vier vliegtuigladingen vol, zoals ze het noemen, gold boosie equipment, dus goudwinnings en materieel. Nou, ik heb dus contact gemaakt met een OGS. En OGS heeft dus gerapporteerd van nee, we zijn daar niet van op de hoogte. Maar als het zo mocht blijken, dan gaan wij een verkenningsvlucht maken. En dan, als we werkelijk goudzoekers aantreffen, dan gaan we dan het gebied clearen. Dus ik heb ook die garantie gegeven aan de kapitein dat wij het niet zo gaan laten. We zijn op nader onderzoek uitgegaan en we hebben de juiste informatie op de kop kunnen tikken. Ik ga het gewoon cru zeggen. We zijn, en als ik zeg we, dan bedoel ik met in zijn totaliteit. Eén, de kapitein van het dorp Palomeu is op het verkeerde been gezet. Eigenlijk vind ik het een kwalijke zaak door Conservation International. Conservation International heeft in deze een hele vuile rol gespeeld. En ik denk dat we duidelijk kunnen zeggen dat we dit niet appreciëren. En dit ook niet gaan accepteren van Conservation International. Dus wat heeft Conservation International dan precies gedaan? Conservation International die is gekomen als begeleiding dus met de kapitein en de BO. En die heeft ons dus de coördinaten gegeven van het vermoedelijk kamp. En ze zeggen in het schrijven, we vermoeden dat de goudzoekers gebruik maken van een bestaand kamp tussen haakjes verlaten dorp aan de overkant van het Kasikasima gebergte. Er werden daar kerkconferenties gehouden. Er is daar een soort kleine airstrip en we zijn bang dat ze dat gaan opknappen zodat het weer gebruikt kan worden voor hun activiteiten. Ze hebben ons dus een kaart gegeven ook en ze zeggen dat wat de mensen gaan doen, dat heel gebied daar zal gaan schaden. En dit is een belangrijk watergebied voor ons ecosysteem. Dit is op zijn zachtst uitgedrukt misleiding. Sowieso is het niet waar dat mensen daar goud gaan winnen. Dat is niet waar. En ze zijn actief in het gebied en zij zouden het moeten weten. Kijk, hier heb je die buitenboordmotor 8 pk. Goudboosiemans werken echt niet met 8 pk en buitenboordmotoren. Kijk, het staat hier duidelijk 8 pk. Wat is het fijne van de zaak? Dat zal ik u nu vertellen. Je hebt een shaman. Hij heet Eshoro en hij woont op Tipu. En hij heeft een geboorteplaats op Marukutu. Marukutu is tegenover Kasikasima. En hij heeft de president om een favor gevraagd om een kamp neer te zetten voor hem waar hij zijn shamanpraktijken kan doen. Maar hij zegt hij wil het volgens de spirituele zaken in zijn geboortegebied doen. En dat is dus Marukutu. Precies hier zo bij die dingen. Ja? Mm-hmm. Hier komt zijn kamp. Mm-hmm. En dit kamp heeft hij van de president cadeau gekregen. Het is een oud verlaten dorp. Dat eigenlijk nog als doorgang dient wanneer ze reizen. U weet de inheemse reizen door het binnenland. En er was een bijbelschool daar. Maar hij wil daar zijn kamp maken. Dus dat verzoek is ingewilligd. De expeditie is dus gegaan om het kamp te maken. Het heeft een week geduurd voordat ze van Palomeu zijn met inderdaad vier vliegtuigen neergestreken in Palomeu. En ze hebben dus de expeditie gemaakt naar het kamp. En ze hebben dus daar het kamp opgezet voor of ze zijn nog bezig met het opzetten van het kamp voor de shaman. En dat is het.
We hebben alle foto's ter beschikking gekregen. Het is gecoördineerd door twee mensen die zijn gezonden door Bureau Volkscontacten. Maar zoals we het hebben gehoord van Conservation International en de kapitein, dat het gaat om iemand met, die zwaar gewapend was en met piu-piu en allerlei soort goudmaterialen, dat is een grove leugen. Ik heb alle foto's gezien van die expeditie. Het zijn geen goudzoekers, het zijn mensen die een shamanenkamp gaan bouwen voor Eshoro. Oh, wat man. Ik zeg je. Ik ben zeer teleurgesteld. Maar nog dan. Ik zeg je. Laat me eerst even onderzoeken. Oké. Okay. Ga me meteen even een telefoon tegen. Oké, okay. Ja? Maar echt waar, ik kan het niet waarderen. Nee, ik ook niet. Oké. Okay. Ik vind het heel goed. Is goed. Abon. Ik kan de gemeenschap verzekeren dat er geen gouddelvingsactiviteiten in het Kasikasima gebied zullen zijn. Niet nu, niet in de toekomst. En dat het kabinet van de president daar helemaal niets mee te maken heeft. Dit wat er nu gebeurt, is dat er een kamp voor een sjamaan wordt neergezet.